En dan het risico neemt. En bij Top Os. Hier van Leidsman is ingevallen. Leidsman de invaller. Komt niet voorbij Stankovic. Ja, dat krijg je als je het risico neemt in de slotfase. Leidsman opnieuw. Vanaf de achterlijn krijgt Leidsman die bal toch nog voor. En daar is de 2-0 voor Top Os. De ene invaller Leidsman bedient de andere invaller Dien Geuze. En dan wordt het extra pijnlijk voor de ploeg.